Goedemorgen, we gaan vandaag naar Kopipi. Woep. En ik moest dus hier om 8 uur klaarstaan om opgehaald te worden. Weet je hoe laat het is? 7:50. En mijn klok staat zelfs vooruit, dus waarschijnlijk is het nog eerder. Normaliter zou ik serieus, ik denk 7:55, van boven naar beneden rennen, helemaal bezweet. En dan zou die auto er net misschien aankomen rijden of dan zou ze hier al op me wachten. Ik vind dit zo'n chill gevoel. Me time. We zijn op Kopipi. Ik ga even de kamer laten zien, want die is super chill. Ik verblijf in Kitty Guesthouse. En twee van de USP's waarom ik hiervoor heb gekozen is... 1. Omdat het er gewoon super netjes uitziet. 2. Er staan hele goede dingen over de eigenaar, dat die super aardig is. En 3. De wifi is awesome. En dit is de badkamer. Hier zo. Ik weet even niet wat ik hiervoor per nacht betaal. Ik schat zo'n... Oh, ik weet het wel trouwens. 11 euro. 11,50 of zo. En ik heb gewoon koud water, douche. Echt waar. Met 36 graden wil je niet eens warm water. Koud water is echt top. En ik heb een fan room. Als je airconditioning wilt, betaal je vaak iets meer. Maar ik kan prima met een ventilator... uit de voeten. Oeh, het bed is wel een beetje hard. Nog steeds niet harder dan Zuid-Korea, dus ik overleef het wel. Ik heb van Josien, een van onze medereizigers, heb ik super goede tips gehad over Kopipi. En ik heb vette honger, want ik heb vanochtend niet ontbeten, wat een gigantische uitzondering is. Ik ontbijt altijd en als ik niet ontbijt is het omdat ik bijvoorbeeld vanochtend zo vroeg op pad moest en mijn havermout was op. Dus de teamsong voor nu is... Because I'm hungry, come along if you feel a meal is what you need. Because I'm hungry, come along if you feel your belly needs a feed. Because I'm hungry, come along if you feel that is what you need. We gaan dus eten. Eindelijk ontbijten met een omelet en groenten. En een coconut shake. Kijk hoe cool dit pad is. Allemaal boomwortels. En dan moet je dan langs. Dat is een trap. En een touw om je aan vast te houden. Super vet. Ik ben nu naar Long Beach aan het lopen. Op aanwijzingen van Josien. Dat is heel fijn. Want de stad was super druk. En het is ook echt zo'n backpackers / all-inclusive resorts vibe. Heel, heel, heel druk. En alles geregeld. En... ja, gewoon, het voelt niet echt heel, heel authentiek aan, om het zo maar te zeggen. Wat ik wel grappig vind, is om te zien hoe ik zelf heel erg tussen die twee werelden switch. Bijvoorbeeld, nu ben ik aan het backpacken en vind ik het helemaal de bom. Maar toen ik bijvoorbeeld in Hongkong aankwam, in dat luxe hotel, toen was ik ook zo geswitcht van, oké, nou, dit is het nu en dit vind ik nu heel relaxed. En toen dacht ik, oh, dat backpacken is toch wel echt afzien, bla bla bla. En dan ga je er weer naar terug en dan... ja, dan blijkt het allemaal mee te vallen en is het eigenlijk gewoon net een stuk avontuurlijker. Nu zit ik hier middenin en denk ik, oh, dat luxe hotel, weet je. Toen ik zelfs bij het zwembad lag, dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel heel saai. Je maakt niet heel veel mee en bla bla. Maar weet je, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Want straks zit ik bijvoorbeeld weer in een luxe vakantie. We gaan met Stefans ouders, gaan we hun 45-jarige huwelijk vieren. En dan weet ik zeker dat ik zo weer ben geswitcht. Het is maar net waar je behoefte aan hebt. Dus ik vind het eigenlijk wel heel grappig. Vroeger dacht ik altijd, oh, de backpacken is super smerig. Maar nu kan ik eigenlijk beide werelden wel heel erg waarderen. Gewoon grappig om te merken. Oh, wauw, we zijn er. Ongelooflijk. Dit is wel het mooiste strand wat ik tot nu toe in Thailand heb gezien. Wauw. Ik snap wel dat dit een happy place is. Super mooi. En een aanrader als verblijf trouwens. Paradise Pearl. Pearl. Ik had helaas al geboekt, anders was ik hier wel gaan overnachten. Because I'm happy, come along if you feel like a house without a roof.
Cause I'm happy, come along, if you feel like happiness is the truth. Cause I'm happy, come along, if you feel like that's what you want to do. Cause I'm happy, and I'm winning. Ik zit even ergens over na te denken. Oorspronkelijk was mijn plan om een privé longtailboot te huren, misschien met of zonder andere mensen. En ik had gelezen dat het 1000 baht kostte. Nu ben ik hier gekomen en blijkt het dus 1500 te zijn. Ik denk op zich dat ik hem misschien wel omlaag zou kunnen krijgen naar die 1000. Meestal als ze merken dat je de echte prijs wil weten, krijg je het wel. Maar dan nog voel ik me er niet prettig bij na alles wat er met mijn pinpas is gebeurd en dat mijn geld nu toch beperkt is. Ik heb van mijn guesthouse-eigenaar ook een aanbod gekregen om morgen gewoon met een tour mee te gaan voor 400 watt. Dat duurt een halve dag en dan ga je dus naar Maya Bay en nog een paar andere plekjes en je bent sowieso een uur op Maya Bay. Ik zit te denken dat dat misschien toch een betere optie is voor nu. Kijk, als ik dit zo zie en alles wat ik verder in Thailand heb ervaren, dan weet ik dat dit de perfecte vakantiespot is om met Stefan naartoe te gaan. Dus ik weet bijna zeker dat wij hier toch nog een keer terug gaan komen. Dan is mijn overweging om misschien Maya Bay met een privéboot toch te bewaren voor een andere keer. Als ik hier misschien samen met Stefan ben. En dat ik nu maar gewoon even voor de makkelijke weg kies. En gewoon ja, een groepstoer doe. Wat misschien niet ideaal is, maar op dit moment toch iets vriendelijker voor mijn portemonnee en mijn gemoedsrust. Dat is even de overweging en ik neig, ja, ik ben nu voor zeg maar 80% zeker dat ik het ga doen. Ik ga straks alleen heel even op internet opzoeken of die toertjes inderdaad wel 400 baht kosten. Dan kan je, op internet kan je zoveel vinden wat de echte prijzen zijn. En dan beslis ik vanavond even definitief of ik dat wel ga doen. Maar ik neig er wel heel sterk naar op dit moment. Je zou bijna denken dat dit een postkaart is, toch? Behalve die stomme bij. Ik heb een ananas shake besteld. En gebakken rijst. Nou. Gebakken rijst met tofu en groenten. Jam. Heel veel zin in. En ananas shake is wel super lekker. Wauw. Kijk dan. Het is gewoon bijna een foto. Hashtag no filter. Ik ben weer onderweg naar mijn guesthouse. Eerlijk gezegd ben ik echt heel blij om weg te zijn uit Aonang. Kijk, ik was van plan om daar gewoon de hele week te gaan zwemmen en niet zo heel veel boeiend te gaan doen. Maar ja, als die zee afvalt, dan valt daar echt heel weinig te beleven. En ik had mijn verblijf had ik al wel geboekt. Dus op zich, ik heb er wel het beste van gemaakt. Maar als jij misschien ook daar langs wilt, dan zou ik zeggen, maximaal 3 dagen hoor. Niet langer dan dat. En misschien zelfs gewoon 1 dagje als doortocht, weet je wel. Als je misschien de volgende ochtend de boot wil pakken en je bent dan net te laat of iets of zo. Maar echt niet langer dan dat. Ik vind Koh Phi Phi wel echt de bom. Hier zou ik zeker easy een week, misschien zelfs 2 weken gewoon kunnen blijven. Maar goed, ik heb totaal heb ik ook al geboekt en zo. Dus voor nu gewoon prima en genieten van de dagen dat ik hier ben. Ik heb weer een date met Stefan. We gaan heel veel afleveringen Big Bang Theory kijken. Gelukkig kan je met FaceTime super makkelijk urenlang bellen met elkaar of gewoon chillen. Hoi schatie. Vissertuin! Hey, het is bijna 1:30 en ik ga nu slapen. Ik heb net weer zo'n documentaire gekeken over de K2. Als je benieuwd bent, het is de documentaire K2 The Most Dangerous Mountain Climbing. Hij staat volledig op YouTube. Eerlijk, het is echt niet voor tere zielen. Het is best wel een rauwe documentaire. Ik heb er ook een beetje een vieze nasmaak aan overgehouden. Maar ja, het is wel hoe het er echt aan toe gaat. En dat is op zich denk ik wel goed om te zien. Als ik hem ooit op mijn 50ste, 60ste wil beklimmen. Morgen gaan we naar Maya Bay. Eindelijk. Ik ben er helemaal uit hoor. Ik ga gewoon met zo'n tour mee. Ik vind 1000 baht gewoon nu. Weet je, met die onzekerheid over cashgeld en dat soort dingen. Vind ik gewoon echt even net iets te veel om uit te geven. Met een gerust geweten. Dus ik kies ervoor om gewoon iets minder uit te geven. Ik geef nu 400 baht uit. En gewoon met een groep mee te gaan. Ik kom zeker terug samen met Stefan. En dan kunnen we samen wel een privé longtailboot nemen. Om gewoon heel vroeg op Maya Bay te zijn. Ik ga nu slapen. Maar mocht je zoiets hebben van nee,
ik wil toch nog een travel vlog zien, dan kan dat natuurlijk. Hier heb je al de vorige aflevering. Daarmee kom je ook bij de afspeellijst van de oude travel vlogs. En mocht je geabonneerd zijn, dan zie ik je morgen natuurlijk weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk oh my god, je gaat naar de beach morgen. Ik wil ook mee. Dan tuurlijk, je bent van harte welkom. Abonneer je door hier gewoon één keer te klikken. En dan ga je natuurlijk ook gewoon mee met alle andere vlogs die daarna volgen. Dankjewel voor het kijken. Leuk dat je er vandaag weer bij was. Ik ga slapen, welterusten en ik zie je morgen weer. Doei!